Goedenavond, dames en heren. In Vrende bij Boeghout is het gaslek nog altijd niet onder controle. Rond 22:30 vanavond werd een grotere buurt geëvacueerd. Er ontsnapt nog steeds ethyleengas en het ontploffingsgevaar blijft. Op dit ogenblik is alles relatief veilig, maar de ordendiensten blijven in verhoogde staat van paraatheid. Een overzicht van onze ploeg ter plaatse, Swak Collier en Patrick van Gompel. Om 2:00 vanmiddag is een gaslek vastgesteld aan een pijpleiding van Solvay op het militair domein in Vrende. Die ethyleenpijp loopt van de Antwerpse haven naar Gemeppe-sur-Sambre. Een overbuur heeft het gezien. Ja, geoerd eerst. Een gesaas, zo gelijk, wat moet ik zeggen. Een landbouwer zijn cirkelmaaier die een gras af en toe, zo, waardoor kon je drijven met 5 riemen en dan mocht zo een lawaai op afstand. Onmiddellijk start fase 2 van het rampenplan. De brandweerkorpsen van Edegem en Antwerpen en de civiele bescherming komen snel ter plaatse. Het gaslek wordt besproeid met water. Ethyleen, een basisproduct voor PVC, is niet giftig, maar wel zeer explosief. Het is lichter dan lucht en door het warme weer verdampt het gas gelukkig snel. In Lier en Merksem laat men een paar grote fakkels branden om zo het gas weg te halen uit de kapotte leiding. Dat stuk wordt ook aan beide kanten afgesloten, zodat de druk op de leiding kan verminderen. 6 huizen worden ontruimd, omdat het ontploffingsgevaar reëel is. Oh, maar krijgen ze nu uit mijn kot, ja. En om mijn beesten en alles. Laat dat boeltje niet meer staan. Maar de kinderen die, gelui, op aandringen van de commissaris, die houden niet af, zijn de kinderen alle 10 weg. Iets na 22:00 vormt er zich een gasnevel in de weien rond het lek. Ondertussen is er een nieuwe crisisvergadering aan de gang en wordt er snel opgetreden. Ja, het is nu 22:30. Iedereen moet de buurt onmiddellijk rond het militair domein verlaten. Waarom nu precies? Omdat wij op dit moment 10% meten van de onderste explosiegrens. Wat wil zeggen dat er momenteel dus mogelijkheid is tot een explosie. Daarom nemen wij de beslissing van de wagens allemaal te laten verwijderen. Omdat het op het ogenblik nog altijd relatief veilig is, maar de toestand kan dus verslechteren. Ondertussen is het ongeveer 23:45 en in een straal van 500 meter is iedereen geëvacueerd. De toestand lijkt gestabiliseerd, maar toch is er nog altijd ontploffingsgevaar. Wanneer de mensen terug naar hun huizen mogen, dat kan niemand zeggen. Dit was Patrick van Gompel voor VTM in Vremde. Op het strand van Oostende is het stoffelijk overschot gevonden van de 7-jarige Niki Batau. De jongen was spoorloos sinds hij op 31 mei met zijn halfzus ging spelen op het strand. Zoektochten en zelfs afgravingen hadden tot nog toe niets opgeleverd. Een eerste onderzoek wijst in de richting van een ongeval. De jongen zou zijn bedolven onder een instortende zandkuil. 4 weken nadat Niki Batau verdween op het strand van Oostende is het lijkje van de 7-jarige jongen teruggevonden. Zoekacties met politiehonden leverden niks op. En ook toen enkele dagen geleden op de plaats waar het jongetje met zijn halfzus had gespeeld, bulldozers enkele centimeters zand wegschepten, vond men geen enkele aanwijzing. Tot vanmiddag, wanneer een zonneklopper nauwelijks 100 meter verderop, ter hoogte van de koninklijke villa, een kinderlijkje trof. Bedolven onder een zandlaagje van nauwelijks 10 centimeter. Kwart voor 12 heb ik die. Als ik met mijn zoontje ging naar het strand, ja, en ik ging die achteraan, ik viel met mijn zoontje en ik schuif met mijn hand over iets hard in het zand. En toen heb ik dat vrijgemaakt, toen kwam ik een lijfje tegen met een broekje aan. Op welke manier Niki op dit druk bezochte strand onder het zand is terechtgekomen is nog onduidelijk. Is het jongetje per ongeluk in een put geraakt? En is het mogelijk dat wanneer het daar al die tijd lag, het niet eerder is opgemerkt? Familie en gerecht zitten duidelijk nog met veel vragen. Daarop hoopt men tijdens het komende onderzoek een antwoord te vinden. Buitenland dan. De Franse president Mitterrand is terug in Frankrijk na een dramatisch bezoek aan de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Mitterrand was na de Europese top van Lissabon vertrokken en landde vanmorgen op de luchthaven van Sarajevo. Hij hoopt de weg te kunnen vrijmaken voor het aanvoeren van humanitaire hulp. De Fransen zijn trouwens meteen met een luchtbrug gestart. Maar de 2 Franse vliegtuigen met 13 ton hulpgoederen zijn moeten landen in Split in Kroatië. Omdat de luchthaven van Sarajevo door nieuwe gevechten weer ontoegankelijk is. Hoe dan ook, Mitterrand heeft Sarajevo weer hoop gegeven. De Franse president François Mitterrand was vanmorgen samen met minister van Humanitaire Zaken Bernard Kouchner toegekomen in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. De tocht was niet zonder gevaar, want de presidentiële helikopter moest over verscheidene frontlinies vliegen. In Sarajevo zijn Mitterrand en Kouchner op het vliegveld verwelkomd door generaal Louis Mackenzie, commandant van de VN-troepen in Sarajevo. Onder zware bescherming van de VN-troepen reed de president naar de Bosnische hoofdstad.
Mitterrand ging praten met president Alija Izetbegovic. De Bosnische president had zijn Franse collega gevraagd om bij zijn bondgenoten druk uit te oefenen om een militaire oplossing voor Sarajevo op gang te brengen. De Franse president beloofde snel hulpgoederen te sturen. Tijdens het bezoek van Mitterrand was het redelijk rustig in de stad. De president bezocht een ziekenhuis en hij legde ook bloemen neer in een winkelstraat waar een maand geleden minstens 20 mensen omkwamen bij een mortieraanval. Or, l'objet premier de mon voyage était de caractère humanitaire. Cette ville est bouclée, fermée, isolée du reste du monde. Mitterrand is intussen terug in Parijs, al gaat het in Sarajevo wat voeten in aarde. Een Servische tank beschoot een moslimstelling van op de luchthaven en daarbij vielen enkele gewonden. Het vliegtuig van de Franse president is beschadigd en er kwam wat kleefband aan te pas om de jet terug in de lucht te krijgen. Er zou nu toch wat schot komen in de zaak rond de luchthaven van Sarajevo. Want volgens het Joegoslavisch persagentschap hebben de Servische milities die de controle over de luchthaven overgedragen aan de VN-vredesmacht. Maar wel op voorwaarde dat die enkel wordt gebruikt voor humanitaire doeleinden. Frankrijk hoopt dat de Europese partners zullen helpen om een luchtbrug tot stand te brengen. De meeste reacties op het initiatief van Mitterrand zijn positief. Over humanitaire hulp is wel gesproken op de top, maar van het initiatief van de president bleek niemand op de hoogte. Premier De Haene was dan ook zeer verwonderd. Wel, aan de ene kant heb ik wel een zekere bewondering voor de moed van Mitterrand om zich daar middenin te gaan gooien. Aan de andere kant denk ik niet dat hij daarmee iets kan oplossen. Hij kan hoogstens een signaal geven. En dan is het wel wat betreurenswaardig dat we daar 2 dagen bijeen zitten. En dat dit niet in het midden gebracht wordt. Niet tegenstaan dat hij juist diegene was die tot 2-3 maal toe bepleit heeft dat wij samen zouden optreden, gecoördineerd zouden optreden, informatie zouden uitwisselen enzovoort. Dus Frankrijk start een luchtbrug. Zijn de Europese partners daarvoor gevraagd? In Lissabon is niet onmiddellijk over de luchtbrug gesproken, wel dat er dringend nood was voor die bevolking die daar nu al maanden gehijzeld is en die op dit ogenblik werkelijk geen levensmiddelen meer beschikt. En indien de mogelijkheid openkomt, indien we daar kunnen landen, dan zal onmiddellijk de internationale actie op gang komen. Beweegt er nu toch iets en is dat eigenlijk niet veel te laat? Eerlijk gezegd vond ik het van tijd ook wel een beetje schrikbarend dat men zo gemakkelijk over een eenzijdig optreden van Europa sprak. Persoonlijk vind ik dat als we moeten optreden, dat het in UNO-verband moet zijn, na een beslissing van de Veiligheidsraad van de UNO. En als die er komt, en wij dringen er eigenlijk op aan dat er maandag een beslissing zou genomen worden indien de luchthaven van Sarajevo niet vrijgemaakt wordt, dat er dan inderdaad een beslissing genomen wordt dat we werkelijk gaan optreden, ook al moet men goed zien dat dit niet van gevaren ontbloot is. De westkust van de Verenigde Staten is op 4 uur tijd getroffen door 2 zware aardschokken. De eerste schok met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter had plaats in het zuiden van Californië, in de buurt van het plaatsje Joshua Tree, ten oosten van Los Angeles. En de tweede schok had opnieuw een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Ditmaal lag het epicentrum rond Big Bear Lake, iets ten westen van Joshua Tree. Voorlopig is er 1 dode gemeld. De eerste schok liet zich voelen vlak voor de middag, 5 uur 's ochtends plaatselijke tijd. Het epicentrum lag in Joshua Tree, 150 kilometer van Los Angeles. Maar ook in Los Angeles werd de schok zeer sterk gevoeld. Elektriciteitskabels werden afgerukt, er ontstonden kleine brandjes en heel wat ramen moesten eraan geloven. Maar ook een paar gebouwen stortten in. Een kind van 2 kwam onder de brokstukken terecht en kwam daarbij om het leven. Een paar uur later dan werd de staat opnieuw opgeschud door een 2e hevige schok. Ongeveer zo sterk als de eerste. Ook daarna was de chaos compleet en brak er her en der paniek uit. In my opinion, worse than the initial quake we had 3 hours ago. De journalist van CNN was op dat ogenblik op uitzending en ook in de studio waren ze er niet gerust in. Okay, people are telling me to get under the desk now. It appears to. Bij deze schok zijn vooral vlakbij het epicentrum een 60-tal lichtgewonden gevallen. Ook de wegen raakten zwaar beschadigd. Het wegdek werd op talrijke plaatsen door de schokken aan stukken gescheurd. Toch blijft het gevaar op naschokken bestaan. De inwoners zijn uitgebreid gewaarschuwd. Dat zei ons een Belgische toerist die in het getroffen gebied met vakantie is.
Men heeft dus gevraagd om televisie aan te houden, continu, weg te blijven van telefoon, tenzij dat het dus uit noodgeval is, dat er noodgevallen zouden zijn. Men heeft ook gevraagd geen gas te gebruiken, weg te blijven van vensters en in het geval daar het opnieuw begint te beven om dus onder een meubel te kruipen, zijn een bed of een tafel, ook het huis niet te verlaten, dus het hotel niet te verlaten, tenzij dat het ook dringend zou zijn.